Bij onze gemeenteraadslid Guy Reinebo, vandaag een heel speciale dag, 6 augustus. Een herdenking die we doen vandaag, maar waar we eigenlijk niet graag op terugdenken. Ik denk met de crisis die we nu kennen in Korea, we hebben nooit al een keer de Koreaanse oorlog meegemaakt. Ook zelfs Belgische soldaten naar Korea gestuurd in de jaren 50. Ik denk dat we moeten blijven alert zijn. En ik hoop dat ooit de dag komt dat de kernraketten ook uit België weg zijn. Bij onze waarnemende burgemeester, terwijl we een groot applaus hier horen. Het is een speciale avond, een heel speciale herdenking die we hebben, die niet zo mooi is in de wereld. Ik denk dat het wel goed is dat als Gent, als progressieve stad, die signaal geeft om die verschrikkelijke bommen weg te halen uit ons leven. We hebben de verantwoordelijke van het Vredesoverleg Gent, een heel speciale dag en een mooie herdenking. Ja, we herdenken deze avond 72 jaar Hiroshima Nagasaki. Hoe staat de stad Gent er volgens jou er nu tegenover? Zijn er bepaalde mensen die daar tegenwerken in Gent of niet? Goh, in de stad Gent ondervinden we eigenlijk heel veel medewerking. En hoe je wil. Onze burgemeester is lid van Meijers voor Peace. En die heeft al in het verleden verschillende keren zijn nek uitgestoken voor deze zaak. En ik heb de indruk dat dat gedragen wordt door het hele stadsbestuur. Ja. Dus op eigenlijk naar een mooie wereld. Nu is er iets zeer hoopvols bezig. En als ik dat zie dat er zoveel mensen daarvoor op straat komen, dat is zeker hoopvol. Ja.